Het Drents Museum is een museum van verhalen. Mijn naam is Karen, ik werk bij de afdeling educatie hier. En ik heb al vele verhalen mogen vertellen. Maar wat is er nou mooier dan dat je iemand in de buurt hebt die die verhalen zo uit zijn mouw schudt en die dat ook nog eens met heel veel passie doet. Ik ga er hem toe. Het is de meesterschilder zelf, Henk Helmand. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u nou leuker? Voor openingstijd een rondje in een tentoonstelling van u zelf maken of als er heel veel bezoek rondloopt? Ik vind een rondje maken, als er nog niemand is, vind ik op zich heel waardevol. En dan weet je ook hoe dat het voelt als je alleen geconfronteerd wordt met zo'n tentoonstelling waarvan alle schilderijen door jezelf gemaakt zijn. Die door een ander opgehangen zijn in een bepaalde volgorde. En als je daar een heel goed gevoel bij hebt, zoals in dit geval, dan ben je daar heel blij mee. Maar als het echt open is, dan wil je natuurlijk graag dat het publiek komt. En dan is het ook leuk de reacties te volgen van het publiek. Nemen ze de moeite om eens echt even goed aandacht te schenken aan het schilderij of lopen ze er langs? Eigenlijk moet je de pas inhouden voor een schilderij. En dat is een signaal, ja, dat trekt de mensen om daar aandacht in te besteden. We gaan maar eventjes eerst naar een stil leven toe, want ja, daar bent u toch wel heel erg bekend om geworden. Er hangen veel stillevens ook in deze tentoonstelling, want uiteindelijk kwam u erop uit dat het stilleven gewoon heel goed bij u past. Waarom is dat? Ik merkte gewoon dat het stilleven heel erg bij me past, omdat ik daar veel met compositie kan. Je kunt de ding rangschikken naar eigen inzicht. Je kunt dingen kiezen naar eigen inzicht. Je kunt het in het atelier schilderen. En het voordeel bij ons thuis is dat ik heel mooi licht heb in mijn atelier. En in dat licht komen de dingen tot leven, wat ik daar neerzet. En dat probeer ik dus ook over te dragen op het paneel, in mijn geval. Huh? En is dit een beetje een kenmerkende helmmantel? Ja, je zou dit wel een kenmerkende helmmantel kunnen noemen. Dit is een wat grotere, gecompliceerdere compositie, maar die valt daar zeker onder. En een van de kenmerken van mijn werk is denk ik dat ik een grote mate van eenvoud nastreef in mijn werk. Niet dat eenvoud altijd eenvoudig is om te schilderen, maar de uiteindelijke uitdrukking van het schilderij heeft toch iets, denk ik, van het leven wat ook dicht bij de mensen kan staan. Dit zijn uien uit de buurt van Westeremden, waar ik woon. Een kartonnen doos. Een kartonnen doos stelt natuurlijk op zich niks voor. Daar doe je wat in. En als die leeg is, gooi je hem weg of komt bij oud papier. De uien die worden gerooid op het veld en die worden opgegeten. Maar ik vind uien een prachtig product, ook van het Groningenland. En die raap ik dan zelf. En dan probeer ik ook verscheidenheid in die uien aan te brengen om tot een mooie ritmiek te komen. In samenhang met de dingen waar ze in zitten en waar ze in liggen. Die schaal, dat is nog wel even leuk om te vertellen, die komt uit Göteborgje in Zweden. Daar woont onze oudste zoon met zijn gezin. En ik liep daar een antiekzaak binnen en ik zag die schaal staan. Ik dacht, dan denk ik onmiddellijk, wat kan ik daarmee? Die heeft de juiste sfeer, ook in dit schilderij. Nou, zo probeer ik dus ook dingen te verzamelen die waar kunnen maken wat mij voor ogen staat. Ik probeer dingen die in zichzelf niet van waarde zijn, waarde te geven door ze zo in het licht te plaatsen en in de compositie dat ze als het ware boven zichzelf verheven worden. In de aandacht, zeg maar. Hè? Kijk, een ui is natuurlijk, dat hoort bij de basis van het leven. Wij moeten allemaal eten. Maar een ui die je in het licht plaatst, op deze manier, die krijgt een extra dimensie als verschijning. Nou, en die verschijning, in samenhang met de rest, dat wil ik graag uitdrukken in mijn stille leven. Mooie details. Andere passie gaat ook uit naar kerkinterieurs. Absoluut. En ja. Toevallig in dezelfde ruimte mooie kerkinterieurs hangen. Uit de buurt van Westeremden ook. Ja.